Dat is onze oude basisschool daarachter. En kwart over drie ging in de bel. En hier naar huis, gelijk hier naartoe. En tot later in de avond, tot 6 uur, 7 uur. En dan was moeder weer boos, kleren vies, niet gegeten, je moet weer douchen. Ja, het was eigenlijk, mijn moeder moest me komen ophalen van het veldje. Dus ik was elke dag gewoon op het pleintje aan het voetballen met de grote jongens, zou ik maar zo zeggen. Asiente, die wacht eventjes, komt dan met zijn voorzet. Korts, prima bal van Serhat Korts. Asiente, die wacht eventjes, komt dan met zijn voorzet. Korts, prima bal van Serhat Korts. Die voetballen altijd met elkaar samen. Dan sta ik een beetje achterin en dan staat hij in de spit en zoek ik elkaar ook altijd op. En je zoekt eigenlijk de beste speler, zoek je gewoon op altijd. En daarom kunnen we elkaar ook makkelijk vinden op het veld. Dat is ook te zien vrijdag. En als het geen vrijdag is, dan is het nog net als vroeger. Hier groeiden ze samen op, slechts een paar deuren van elkaar vandaan. Daar achter mijn oom, daar om mijn oom. Het is allemaal bij elkaar dit. De Mendelssohnlaan, Gestel, een volksbuurt. Altijd op het pleintje en pas naar binnen als het donker wordt. Maar het is een fijne buurt. Fijn om te wonen. Maar nu ligt er een fraaie toekomst aan de horizon. Kotsch is al eigendom van FC Groningen, maar keerde op huurbasis terug naar huis. Joep Lelik is, is niks voor hem. Ik vind dat hij de Eredivisie wel makkelijk aan kan en dat haalt hij ook. En ook Asiënté heeft zich stormachtig ontwikkeld. De Eredivisie wacht op hem. Twente, Groningen, kan je ze opnoemen, AZ. Dat is ook goede clubs. Ik wil liever naar een ploeg waar ze combinatievoetbal spelen en waar ze echt voetbal spelen. Niet dat ik liever wil vertrekken, maar ik wil iets voor FC Eindhoven terugdoen. Die 2,5 jaar dat ik nu bij FC Eindhoven zit. En voor mij blijf ik nog een halfjaartje hier. En dat maakt me helemaal niks uit, want ik heb een leuke hele groep en dat mijn vriend weer terug is. Maar goed, als ik naar Eindhoven denk, wil ik dan vertrekken. Hey, jongen, wie is er voetbal, man? Kom je op de camera, jongen? Nog één keer terug naar het pleintje. Daar blijven ze komen zolang ze in Gestel wonen. Omdat ze er kunnen voetballen en omdat ze er iedereen kennen. Nou zijn wij het lul, hè. Hey, weg. Ook al Fruisje, toch blijft Eindhoven mijn stad. En Gestel mijn wijk.